Zaterdag 25 juni heeft de werkgroep Oude Tongen in Beweging weer een culturele dag georganiseerd op het Keiplein in Oude Tongen. De regen mocht dan wel een spelbreker zijn op de culturele dag, voor het weinige publiek was er genoeg te zien en te beleven. Zij genoten van het optreden van die Grevelinger muzikanten. De fototentoonstelling, de oude tongenaar en zijn dier, trok ook veel bekijks. Het publiek kon de leukste foto uitkiezen voor de publieksprijs. Kinderen konden zich uitleven onder leiding van Kees Dirkswager in een schilderworkshop. En ook de volwassenen konden meedoen. Zij werden aangezet tot het maken van een groepsschilderij. Veel kramen werden bevolkt door eilandelijke kunstenaars die hun werk toonden. En er waren kramen waar streekproducten werden aangeboden. Voetjes gingen van de vloer bij de klanken van het Sint-Adolfskoor uit Den Bommel. Al met al werd het toch een heel gezellige dag.